super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik open mijn weekvlog nu in een studiehokje en ik vind het heel raar, want ik vlog nooit op school. En ik heb nu al het idee dat iedereen, dat er zometeen van alles uit die deur kan komen en dat iedereen me dan ziet en dat vind ik awkward. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben al sinds 1:30 uit, het is nu 2:30 en ik ben lekker aan het studeren in een hokje. Heel fijn, want het moest echt, want ik heb in de vakantie niks aan zangles gedaan. En het scheelt wel dat ik nu op vrijdag zangles heb. Dus dat betekent dat ik gewoon van maandag tot donderdag kan studeren. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Want normaal gesproken zou ik dan morgen al zangles hebben. En dat is eigenlijk altijd net vervelend. Dus ik ben heel blij dat ik nu op vrijdag zangles heb. Maar goed, ik ben nu dus een beetje bezig met piano en zangles. En misschien dat ik ook nog even iets voor koor ga doen. En dan ga ik daarna naar huis. En vanavond ga ik naar de bios. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Man wanted, one real man wanted, one Mr. Robin Tuff who kissed me till I cry. Previous experience required, plus a lifetime guarantee to satisfy in writing. Ain't no kitty toys or boys need not apply. Ik vind het wel weer mooi geweest. Ik heb hier 2,5 uur gezeten. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga naar huis. Ik ga eerst boodschappen doen en dan naar huis. En ik heb heel veel gedaan. Dus ik ben trots. Ik vind het helemaal mooi. Soraya heeft lekker gekookt. Yay. Lekker, ik heb zo'n honger. Ja, help. Lekker pasta carbonara. Ja, die andere vak gaat er ook aan. Ja, sowieso. We hebben er nog 2 in de koelkast hoor. Ik ben dus deze avond naar Star is Born geweest, de film. En holy shit, die film was zo goed en zo mooi en zo heftig op het einde. Ga er alsjeblieft heen, nu het nog kan, want dit was echt... zo'n mooie film. Echt, ga er alsjeblieft heen. Meer heb ik niet te zeggen. Hallo allemaal, het is vandaag... goeie vraag. Het is vandaag dinsdag. Ja, ik was hem heel even kwijt. niks werkt mee, wacht even. Oké, zo, we kunnen weer. Ja, het is dus vandaag dinsdag. En ik ben over een paar uurtjes jarig. En dat is leuk, spannend, leuk, gezellig, super, top. Dit is lelijk licht. Waarom kan ik niks? Help. Dus, ik ben over een paar uurtjes jarig, dan word ik 20. Ik weet niet of ik ready ben. Ik vind het super leuk dat ik jarig ben. En vooral dat ik ook gewoon jarig ben nu op school en zo, morgen en dat soort dingen. Dat is gewoon leuk, maar ik vind het gewoon niet zo leuk dat ik 20 word. Omdat dan zijn je tienerjaren gewoon voorbij en dat doet gewoon een heel klein beetje pijn, om heel eerlijk te zijn. Het is gewoon heftig, maar goed. Ik heb dus vanavond een feestje, want twee vrienden van mij gaan verhuizen naar Amsterdam. Dus die gaan Tilburg verlaten, helaas. Dus die hebben vanavond een feestje daarvoor, een afscheidsfeestje. Maar ja, ik ben dus om 12 uur jarig, dus dat is super leuk. Dus daar ga ik zo meteen heen. Nee, dat heeft hij niet. Ja, maar dit is top. Als je dit nou zo even voor me doet, dan ben ik blij. Ja, toch? Ik ben zet hem wel aan. Nee, wat hebben we bij de derde? Nee, man, nog maar niet. Maar ik had met 10. Nee, bij 10. Oké. Wanneer ga je nou filmen dan? Nou, we gaan naar de tweede, man. 'Kijk eens wie er voor mij is gekomen op mijn verjaardag. Hoera! Echt super lief. We hebben net geluncht. Bij de Bagels & Beans heb ik al eentje gefilmd. Natuurlijk. Waarom vergeet ik dat altijd? Dat weet ik niet. Ja, dat zijn maar momenten. Niemand helpt me ook herinneren dat ik een vlogger ben. Je bent een vlogger. Geen vlogger, nee, maar ik ben een vlogger. Maar ik heb echt een superleuke verjaardag tot nu toe. Gebeld. Wolly. Ja. Hij stoort. Hoi. Hoi. Goed verhaal. Lekker kort. Dat was beter. Hè? Dat was beter. Ja, okay. Maar waarschijnlijk wist je het al. Ja. Nou,
Ik heb echt iets super, 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 super liefs gekregen. Namelijk deze, oké, het is nu een beetje overlicht. Prachtige taart. En die heeft Pam voor mij gemaakt. En ik vind het zo super lief. Echt super bedankt. Dus ga haar sowieso even volgen op Instagram. Even kijken. Taarten van Pam. Is echt super mooi. Yay! Dus echt super bedankt. Super lief. Nou, we gaan even snijden. Joe. Hoe moet ik dit doen? Snijden. Nou, met je mes? Ja. Kan dit niet? Doe het wel goed om? Dan leek het snijden. Hup, naar beneden. Ik zal de kaarsen daar neerleggen, Bjorn. Ik zal even deze... Want het is wel een beetje gevaarlijk. Leg je arm ervoor. Bjorn! Lieve bakker, heeft u het inmiddels is het niet meer mijn verjaardag. Het is 12:30 of zo. Ik heb geen idee hoe laat het is. Ik wil het ook niet weten. Ik heb echt een super, 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 super leuke verjaardag gehad. Ik bedoel, mijn moeder is langsgekomen met Kim, haar collega. En ook goed, heb ik ook goed contact mee. En ik heb lekker geluncht. Ik heb gegeten bij Lucas met Lisanne en met Bjorn en met Janne. En de klas is daarna nog gekomen en we hebben lekker door een roosje gekeken. En nou ja, mijn verjaardag had gewoon echt oprecht niet leuker gekund. Dus ik heb een super leuke dag gehad. En nogmaals Pam, heel erg bedankt voor de taart. En ja, morgen weer een hele lange schooldag. Dus ik ga snel slapen. Zo, ik ben weer thuis van school en ik had vandaag echt geen zwaar dagje, maar ik was gewoon heel moe en mijn stem is een beetje weg, waar ik van baal. En dat komt gewoon door mezelf, omdat ik gisteren gewoon te hard heb geschreeuwd. Eigen schuld, dikke bult. Maar goed, ik ben nu thuis en ik heb net afgewassen en ik ga zo meteen mijn eten maken. Dan ga ik misschien nog even wat aan school doen. En dan ga ik slapen. Ik ga een keertje op tijd mijn bed in vandaag. Maar ik heb dus net bij de HEMA mijn bestelling opgehaald. Want ik had foto's besteld. Polaroids voor hier in mijn kamer. Dus die wil ik even aan jullie laten zien. Omdat ik best wel vaak ook de vraag krijg waar ik mijn Polaroids bestel. Maar ik bestel ze dus altijd bij de HEMA. Want daar kan je gewoon Polaroid foto's bestellen. Dus dat is chill. Oké, kijk. Zo ziet het er dus uit. Mobiel, print, bla bla bla. Maar het zijn dus gewoon, even kijken wat de eerste foto is, ja perfect. Het zijn dus gewoon Polaroid fotootjes. Dus ja, hier heb ik er dus heel veel van besteld. En die ga ik zo meteen aan mijn muur hangen. En ik ben excited, want ik vind dit super leuk. Dan wordt mijn kamer weer een beetje wat persoonlijker ofzo. Dus dat is super leuk. En ik heb hiervoor in totaal €14 betaald. Voor iets van bijna 40 foto's geloof ik. Dus ja, dat vind ik best wel prima. Het is wel duurder dan gewone foto's printen. Maar ja, wel super leuk. Dan hoef je dus niet per se een Polaroid te hebben. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. En ik heb de hele dag niet gevlogd. Ik heb vanochtend mijn verjaardag gevierd met familie. En daarna heb ik geslapen in de middag en niks gedaan. Maar nu ga ik samen met mijn broertje naar de bios. We gaan naar Halloween, naar de voorpremière. Daar heb ik echt heel veel zin in. Voor mijn verjaardag heeft hij dat gegeven. Dus dat is echt super lief. Dus wij gaan nu naar de bios en ik ben echt heel benieuwd naar de film. Dus ja. Hoi, het is vandaag zondag en ik ga vandaag iets heel spannends doen. Vind ik. Ik ga namelijk vandaag een piercing laten zetten. Nu denken jullie waarschijnlijk, piercing? Girl, waarom? Nee, maar ik ga het gewoon in mijn oor laten doen. Een helix. Dus dat is gewoon, ja, die heel veel mensen hebben hier. En ik vind het heel spannend, maar goed. Ik ga het doen vandaag, ik wil het al 2 jaar. Vandaag gaat het gebeuren, dus let's go! Geniet nog even van mijn oor zonder piercing. Oh, ik kan inzoomen. Wauw, dat was het. Oh.
Wat gewoon de vraag. Ik probeerde het te filmen, maar het lukt niet echt. I see. Oh, dat viel hartstikke mee. Ja, dat zit. Ja. Oké. Ik heb hier even kijken. Nou, helemaal mooi. Ja. Laat eens zien. Hij is scherp. Ja, hij is scherp. Mooi, hè? Ja. Nou, nu mag jij. Thomas gaat even in een karretje. Ik ga hem even filmen, wacht. Ik ben inmiddels weer lekker aanbeland in Tilburg. En ik lig lekker in mijn bedje en ik ga zo meteen lekker slapen, want ik ben super moe. Ik heb nog helemaal niks meer verteld over mijn piercing, want dat is volgens mij het laatste wat jullie hebben gezien. Nou ja, daar zit hij dus. En ik ben er echt super blij mee. En voor de mensen die het graag willen weten, het piercen zelf deed echt helemaal geen pijn. Het zit er echt binnen 2 minuten doorheen. 2 seconden doorheen. Zoals je ook op dat filmpje zag. Dat is niet normaal. Gaat super snel. En het viel echt reuze mee. Op dit moment ja, is het wel gevoelig. Ik moet er sowieso niet aankomen. Ik mag er niet aankomen. Maar ook als bijvoorbeeld een haartje of zo tegenaan komt. Of whatever. Dan voel je dat wel. Maar goed. Het valt voor nu nog reuze mee. Maar ik wilde even weten. Willen jullie een aparte video zien over de piercing? Over een tijdje. Als ik hem al wat langer heb. Met een beetje alles over het helingsproces en zo. Omdat ik heel veel vragen kreeg op Instagram. Laat even in de reacties weten of jullie dat willen. Want dan ga ik dat doen. En nu ga ik lekker slapen. En deze vlog snel afsluiten. Want mijn camera is bijna leeg. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei. Ik ben echt bang dat jij uitvalt.